Na de interlandbreak zijn we terug met competitiehockey. Dering tegen Racing. Twee ploegen die punten nodig hebben. Racing op weg naar de top 4. En ja, en Dering om gewoon weer punten te sprokkelen. Want ze staan achter in het klassement. Vorige speeldag belangrijke punten laten liggen. Racing begint goed aan de wedstrijd. Daar is de Chapois. En die forceert meteen een eerste kansje uit de wedstrijd. De strafcorner afgedwongen door Achille de Chapois. Meunier om aan te geven aan de kop van de cirkel. Uiteraard Tanguy Kozijns. 14 goals dit seizoen. Hier is Kozijns en die sleept hem meteen binnen. Eerste corner, meteen een goal. Brunet, ja, die had die bal wel mogen stoppen als hij het mij vraagt. Maar het is wel 0-1 voor Racing. Krijgt de ruimte om te slepen en dan overhoeks. Ja, en hier Brunet, ja, die moet je wegvegen. Maar wel 0-1 voor Racing. Racing heel veel controle over de wedstrijd. Ook in de tweede kwart. Combinatie. Daar is de voorzet. Oeh, Malherbe. Deze krijgt hij er uiteindelijk net niet in. Jonge speler Samuel Malherbe. Al een paar doelpunten gemaakt dit seizoen. Deze laat hij liggen. Truijens. Op de achterlijn brengt die bal weer voor de beenveeg van Veldheim. En alweer te Kozijns. Hij weet te scoren. En op die manier 0-2. Twee keer Tanguy Kozijns. De man uit Molenbeek. De man van Dering. Die scoort tegen zijn ex-club. En hier tussen de benen van Veldheim. Hard niet te pakken. En zo 0-2. Ja, Dering. Maar sporadisch een keertje naar de cirkel, zoals nu bijvoorbeeld. De bal wordt nog aangeraakt en zo komt hij op het lichaam van Van Witter. En op die manier strafcorner aan de kop van de cirkel, Montelli en Bel. Montelli gaat voor de hoek. Nee, verrast, daar is Bel. Die kan hem slepen, de redding van Kukasov. Montelli nog met het schot, opnieuw Kukasov. Ja, zelden een kans van Dering, maar dit was uitstekend gedaan. Het blijft 0-2. Uitstekende redding. Tweede helft dan. Dering wil op zoek naar de aansluitingstreffer, want bij die 0-2 eigenlijk nog in de wedstrijd. Terwijl Racing het eigenlijk al lang had moeten afmaken. Brunet krijgt die bal weer tot bij Montelli. Montelli kan uithalen, de redding van Kukasov. Heeft niet veel werk, maar het zijn echt wel goede pogingen op doel. Deze misschien net iets te centraal. Blijft 0-2. Het is wachten op de 0-3 eigenlijk. Daar is de bal van Lucaccioni. Brengt hem voor. Malherbe kan er niet bij. En dan uiteindelijk opnieuw Malherbe die er niet bij kan. Ja. Een paar goede kansen voor deze jonge kerel. Blijft dus 0-2. Nog 4 minuten te gaan in de derde kwart. Hier nog eens kijken. Lucaccioni. En dan Malherbe, ja, bal nog even aangeraakt, waardoor hij net niet in zijn stick komt. En dan komt het schot op doel er net niet uit. Truijens. Ja, het makkelijk voorbij Van der Gracht. Nog 10 minuten te gaan in deze wedstrijd. Truijens. Ja, prima gedaan. Ontfutselt daar weer de bal bij Van der Gracht. En daar Lucaccioni. De beslissing. 0-3. Wedstrijd gespeeld. Diego Lucaccioni, nog 10 minuten te gaan. Het was wachten op dat derde doelpunt. Want Dering begon toch een beetje te geloven dat er misschien nog wat in zat. En nu wordt die hoop helemaal de kop ingedrukt door Diego Lucaccioni. Nog anderhalve minuut. Toch nog wat druk van Dering. Esmanjo die kan nog uithalen. Alweer Kukasov. Hij wil absoluut de nul houden. Prima gedaan door Jeremy Kukasov. De laatste seconde van de wedstrijd. Racing gaat de 3 punten mee naar huis pakken. Naar Ukkel. Nog een keertje. Malherbe wordt onderuit gehaald door Denis. En nog een strafcorner. Laatste seconde van de wedstrijd. Het fluitsignaal weer klinkt. En dus krijgen we alleen nog de strafcorner voor Racing. Nou. Geen Kozijns. Hij zit al op de bank. Die kreeg wat rust in de laatste minuten. De jonge spelers kregen speelminuten, dus Van Wetter aan de kop van de cirkel. Van Wetter, of wordt het toch de La Vignette? Nee, het wordt Van Wetter. Die kan slepen tussen de benen van Veldheim. Misschien ook wel te pakken, maar 0-4. En zo 100% op de strafcorner. Twee strafcorners gekregen, twee keer binnen. Twee keer misschien ook wel te pakken, als ik heel streng mag zijn. Maar Racing wint dus met 0-4 bij Dering en doet goede zaken in het klassement. Maar de man van de match is uiteraard Tanguy Kozijns. Hij was alomtegenwoordig, scoorde ook 2 keer. En Dering, ja, dat zal toch dringend punten moeten gaan sprokkelen de komende weken. En vooral na de winterstop, als het niet wil degraderen. Deze man, de man uit Molenbeek, is de man van de match.